NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Ja, Erik, de wedstrijd van zaterdag tegen Go Ahead Eagles. Voor jou een speciale wedstrijd tegen oude club waar je vorig jaar gespeeld hebt. Gezien de stand op de ranglijst ook een cruciale wedstrijd. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we gelijkwaardige teams hebben. En dan zijn dit soort wedstrijden heel belangrijk. 6-punten duel. Dus hun zullen hier naartoe komen ook met het gevoel van we moeten winnen. En wij moeten ook winnen. Dus wat dat betreft zal het voor het publiek ook een mooie wedstrijd worden. En veel spektakel. En uiteindelijk staan wij met 3 punten. Hoe volg je oude club nou? Ja, ik volg ze natuurlijk. Ik heb een ontzettend leuk jaar gehad vorig jaar. En goede band opgebouwd met de jongens die daar zitten. Dus ik volg die club zeker. Ja. Nee, eigenlijk niet meer zo intens. Natuurlijk, je spreekt nog wel eens wat jongens. En je krijgt ook wel gewoon mee wat daar is. Mijn familie woont daar, dus ik ben ook nog wel eens in Breda. En dan krijg je wel eens het een en ander mee. Maar ik ben nu echt helemaal hiermee bezig. Go Ahead is echt voor mij een nieuw boek. En een dagboek is gesloten, dus ik focus me volledig op Go Ahead. En ik hoop gewoon hier te vlammen. En NAC de das om te doen. Schalk. Met links. Schalk, goede bal! Als je zou moeten kiezen, Radverlegstadion of Adelaarshorst? Ja, dat is heel lastig. Adelaarshorst is echt prachtig. Oud stadion, mooie sfeer. Supporters dicht bij het veld. Ja, Radverleg is ook prachtig. 18.000, 19.000 man zitten. Dus daar ga ik niet tussen kiezen. Moeilijke vraag. Kan ik hem ook een joker inzetten hier? Of niet? Nee? Dan Adelaarshorst. Allebei B-sides, allebei noemen zichzelf de B-side. Is er verschil in aanhang of is het gewoon allebei heel fanatiek publiek? Allebei heel fanatiek en dat is ook gewoon de soort club die bij mij past. Dus dat was ook een bewuste keuze van Go Ahead naar NAC te gaan. Allebei de twee fanatiekste zijdes van het stadion. En dat is hier is in Breda in het Radverlegstadion zo, maar ook hier in de Adelaarshorst. De wedstrijd van zaterdag, hè? Dadelijk scoor jij de winnende goal. Ga je dan juichen? Ja, dat zou ik echt niet weten. Dan moet ik eerst maar scoren. Dus daar kan ik echt niks over zeggen. Dat vind ik een... Ja, dat is moeilijk voor mij. Ik bedoel, ik zal gewoon juichen omdat ik in dienst ben van Go Ahead natuurlijk. Maar goed, wat ik zeg, daar ben ik helemaal niet mee bezig. En ik zie het wel op dat moment. Wat voor wedstrijd kunnen we verwachten? Ja, ik zei het net al een beetje. Ik denk voor het publiek wordt het een spektakelstuk. Ik hoop niet dat het een schaakstuk gaat worden, maar dat verwacht ik ook niet. We zijn allebei ploegen die moeten nu. En we kunnen ons niet permitteren om nu punten te laten liggen, want aan een gelijkspel hebben we allebei ook niks. Dus je moet gewoon volle bak. Als ik over onszelf spreek en hier vooral in de Adelaarshorst thuis met het publiek erachter, dan moet je gewoon winnen. Klaar, punt uit. Nou, Eagles die houden van om met het publiek erachter volle hoge druk te zetten. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we durven te voetballen. En elkaar, zoals vandaag de training, goed tussen de linies in proberen te pasen. En zo eronder uit te voetballen. En ik denk dat we zelf in balverlies hetzelfde moeten doen. Want dat is de enige manier dat we kunnen winnen.